leuk dat je er bent. Ik ben blij je te ontmoeten. En ik ben heel blij met de cadeautjes. Super blij. Super blij. Mijn nummer, ken je mijn nummer? Nee. Nee. Ah, jawel. We hebben het al gaan opzoeken. Nummer 5. Heel goed. Nummer 5. En zelfs ook bij mijn club in Engeland, bij Tottenham, heb ik ook nummer 5. Als ik een dier zou zijn. Met welk dier zou jij me vergelijken? Nu woon ik in Italië. Ik ben wel vrij groot natuurlijk. Een giraf. Een dolfijn is jouw lievelingsdier? Ik hou wel echt van zwemmen. Ik zwem heel graag. Zwem jij graag? Ja? Ja, dolfijn. Voilà, dat past dan. Mocht ik geen voetballer zijn geworden, dan was ik... wat zou ik dan zijn geweest? Het ding is, ik heb er nooit heel veel over moeten nadenken, want ik ben al op heel vroege leeftijd wel altijd naar school geweest, maar ik ben altijd al heel vroeg voetballer geworden. En, dus ik heb nooit echt erover na moeten denken. Maar ik hou wel van praten, dus misschien moest ik advocaat zijn geworden. Maar dan moet er wel heel, goed, heel slim voor zijn in tweede verhaal. Dat ik dat al zo slim ben. Maar ik ga doen alsof ik zo slim ben. Hoor. Ik ga doen alsof ik een advocaat zou zijn geworden. Wat Nicolas Lombard heeft dat wel gestudeerd. Dat is een heel slim. Mijn lievelingsvoetballer. Wie zou ik opschrijven? Ik vind Messi een hele goede voetballer. Is ook uw lievelings. Ah, maar jij kunt dat voor mij invullen eigenlijk. Hè? We zouden het zelf invullen. Messi. Maar kijk, als wij dat alle twee al vinden, dan moet je eigenlijk opschrijven. Hè? Toch? Als dat mijn lievelingsvoetballer is, dan uw lievelingsvoetballer. Ik ga Messi opschrijven. Ah, ja, zeker. Zal ik opschrijven voor Sienna? Dan met een naam, hè. Voor... Sienna. Voilà. Heel goed gedaan. Krijg ik een knuffel van u? Yeah. Merci om mij te helpen met invullen, hè. Goed gedaan.